Goedenavond, het is zaterdag 23 oktober en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Provincie Zeeland wil graag dat u meedenkt over wat er moet gebeuren met de grond die in provinciale handen is. Daarvoor is er grondbeleid en dat raakt ons leven op een hoop punten. We hebben natuurlijk onze uitdaging om meer natuur te realiseren, daar heb je grond voor nodig. We hebben uitdaging om woningbouw te faciliteren, daar heb je grond voor nodig. We willen natuurlijk dat boeren ook zo goed mogelijk gebruik maken van de grond met de meest moderne technieken. Dan kan het wel eens zo voorkomen dat ze stukjes grond aan elkaar moeten plakken. Daar hebben ze het ruilkavelbureau voor nodig, zo'n onderdeel van grondbeleid. Als je wegen wil aanleggen, dan heb je grond nodig. De provincie heeft het grondbeleid op haar website toegankelijk gemaakt met een serie podcasts waarin duidelijk wordt wat het beleid inhoudt. En wie zich dan geroepen voelt, mag op de volgende manier meedoen aan het vervolg. Een mail sturen met hun reactie en dan wordt die meegenomen en wordt dat gewogen in het totaal van alle reacties die we hebben gekregen. In december wordt alle input tijdens een bijeenkomst besproken en volgend jaar mei komt daar dan een voorstel uit voor provinciale staten. 370 jonge ondernemers uit Nederland en België verzamelden zich vandaag voor een grote netwerkbijeenkomst in Terneuzen. Ze zijn allemaal lid van JCI, oftewel Junior Chamber International, voor ondernemers onder de 40. Ze komen met verschillende redenen naar Zeeuws-Vlaanderen. De goede Bourgondische genuiden van het Zeeuws-Vlaamse landschap. Jullie komen hier minder voor de connecties hier, maar meer voor het goede leven. Nee, ook wel voor de connecties. Tijdens de coronacrisis hebben de mensen ook van JCI België heel weinig gezien. Dus dat is ook wel leuk om elkaar terug op die manier te mogen ontmoeten. Dan leer je netwerken, leer je spreken met mensen die je niet kent. Ook gewoon de groepsgevoel onderling is ook heel belangrijk. Zeker na coronatijden, dat we heel veel online vergaderd hebben, komen we eigenlijk terug een beetje dichter bij elkaar. Dus het is ook een beetje teambuilding. En Zeeuws-Vlaanderen heeft de primeur, want nooit eerder troffen clubs uit meerdere landen elkaar op zo'n evenement. Ja, dat is eigenlijk uniek. Wij bestaan 50 jaar als juniorkamer Zeeuws-Vlaanderen en we wilden iets unieks doen. Dus het is de eerste keer over heel de wereld, in 80 landen of zo, dat er een keer twee landen iets samen doen. Voor ons als Zeeuws-Vlaming is dat heel normaal, dat je Nederland en België combineert, maar voor de rest van de wereld is dat best uniek. Op het programma vandaag stonden vergaderingen, maar ook een soort rally door Zeeuws-Vlaanderen. En vanavond staat er een gala in Gent op het programma. In 9 dorpen in de gemeente Borselen werd vandaag voor het eerst het festival Cultuur uit de Zak georganiseerd. In de dorpen kwamen alle vormen van cultuur samen, van keramiek tot muziek. Het festival helpt bezoekers en kunstenaars de drempel over om weer met cultuur bezig te zijn. Je ziet ook wel de nodige schroom bij mensen om weer te beginnen. En dat is ook een beetje de aanleiding geweest om te zeggen, ja, we gaan zoiets doen. Het heet ook cultuur uit de zak. Dus niet alleen maar uit deze regio, maar ook dat je er weer zeg maar uitkomt en dat je jezelf toont. Verschillende kunstenaars laten hun kunst zien op het festival. Ik speel samen met mijn broertje zacht 's nachts die een beetje slaapt. Dus jullie spelen samen piano en ondertussen ben je hier nog even bezig aan een kunstwerk? Ja. Heeft ze wel wat verkocht? Het is ook heel moeilijk om gelijk, als je ergens komt, gelijk te zijn van ik koop het. Dus dan kijken ze eerst even rond. Dus wie weet wat de dag nog gaat brengen. Ik heb nog niet verkocht, maar het geeft niet. Als mensen het al mooi vinden en leuk vinden, dan ben ik al rijk genoeg. Kroetingen speelt in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal tegen Neptunus. Schiebroek uit Rotterdam en schiet uit de startblokken. Keil Doesburg bedient Dano Laurens en de 17-jarige zoon van de trainer scoort bij zijn eerste basisplaats binnen 3 minuten de 1-0. En Kroetingen gaat door. Dit is de 17e minuut. En dit keer heet de doelpuntenmaker Valentijn van Keulen 2-0 en geen veldje aan de lucht dus. Maar na rust is Kloetingen slordig en direct wordt het 2-1 via Benze Jet. En Neptunus Schiebroek is terug in de wedstrijd. Die stand blijft lang staan, maar 5 minuten voor tijd wordt het 2-2. Dit is een vrije trap van Mariano de Groot en die gaat er prachtig in. Kloetingen krijgt in blessuretijd ook nog een vrije trap. Regilio van der Pitten en die is ook prachtig. 3-2. Denkt heel Kloetingen. Maar de goal telt niet, omdat er een speler van Kloetingen in de muur stond.
En dat mag niet. Afgekeurd dus. En zo eindigt de wedstrijd na een heet middagje in Kloetingen in 2-2. We hadden vandaag veel bewolking, maar in de loop van de dag kwam de zon ook geregeld tevoorschijn. En het bleef een groot gedeelte van de dag overwegend droog. De temperaturen kwamen te liggen rond 13 graden en daarbij was er sprake van een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met brede opklaringen en het is rustig. De minimumtemperatuur komt vannacht te liggen tussen 5 en 10 graden. En ook morgen beginnen we met helder en zonnig weer. En de temperatuur die komt in de loop van de dag te liggen rond 13 of lokaal 14 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. We hebben dit weer te danken aan een hoge drukgebied wat onder ons land doortrekt richting Duitsland en het oosten van Europa. Op maandag hebben we even te maken met een storing en valt er wat regen. Maar daarna krijgen we opnieuw invloed van wat hogere luchtdruk boven Frankrijk en hebben we zonnige perioden en droog weer. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Graag tot zo bij Zeeland de Week.